Sport in Grauw. Wereldwijd, maar toch dichtbij. Wat voor waar het ik weet, op een elektrische fiets van Joop, die is altijd lekker hut. Oh, Joop! Bijzonder moment voor de korfbalclub. Wim Vergorgum, je hebt vier Braziliaanse spelers die sponsor binnen Joop Sandberg, dat ze fiets kregen hebben. Wat is precies de bedoeling? Het is de bedoeling dat ze hier bij Mid-Friesland korfballen. Ze is misschien wel wist dat we de lijst een soort met internationaal korfbal. Ik de onder Njontje heb al gehad. En van vorig jaar onder Njontje is de fysiek aan als ik langer hier drie maanden bij huis wijzen kennen. En daarvoor heb ik zorgen dat ze naar Squallen kennen, dat ze Engels, Nederlands leren kennen. En vanzelfs korfballen. Dus ze pakken nou een fiets en ze moeten daar nog gauw trainen. Ze gaan al jouw naar Squallen? Ze gaan naar Heerenveen naar Squallen. De jongste die het ik korfbal in bij de korfbalschool van Erwin Zwart in Jena. En de oudste traaien die gaan naar het Friesland College en ik zie Jos en die gaan daar onderwijs gaan daar naar Squallen. Hoe hebben de contacten nou met de verenigingen, met de ouders in Brazilië? Nou, we hebben twee Limbes hier in de Jeugdenberg in Grauwwest. Toen hadden we al contact. Vorig jaar hebben ze in dezelfde gastgezin met zijn opvang waar het traaien van de vier jaar zitten. Dus die konden dus al. En in Antwerpen hebben ze hun opzocht bij de WK voor de senioren. Kwamen hun zien en toen kwam ook het fysiek van hey, zo niet hem dat wel willen. Nou, we hebben heel kort een groepsapp, ik maar de Braziliaanse ouders. Dus het is op zich heel bijzonder, ja. Wie is het bij gastgezin? Ze zijn bij traaien gastgezin Akram Nes. En daar werden ze traaien maan opvang. En voor de rest verzorgt de club ik faciliteiten. Naar de fietsen via Joop. We hebben ik nog kwarting op squam bij Mutasport gekregen. Dus het is heel fantastisch hoe mensen hier enthousiast mee omgaan. Wim, wat is het doel voor deze bijzondere samenwerking, mag ik zeggen? Nou, het doel van deze spelers is, er zijn nog 15 korfballers, dus wie hoort maar Lucas bij hem op Squallen. Hij is een van de beste korfballers van Brazilië, dat kunnen die horen die er op Squallen korfballen net zitten. Het is de bedoeling dat die korfbalsport Erik Grutter breder verspreid wordt, dus het is mooi dat ze hun eigen niveau verbeteren. Maar ik nadrukkelijk buis joggen van hoe je wedstrijdjes fluitje, hoe je coachen, hoe je zwaar je dat er meer leden komen, want het moet groeien daar. Dan nooit draaien maat. Wat is dan de bedoeling ervan? Nou, het idee is, wij zullen altijd een baan houden, denk ik. Het zou ik mijn beste wijze kennen dat je naar die kant uitgaan vanzelfs. Jan-Henk Hoeksma is die kant uitwest. Duke Popma is die kant uitwest. Dus ja, het zou beste wijze kennen dat er wat vroeger bloot. Maar het is in elk geval deze draaien maand eerst. En dat maken we verder bestaan. We kennen hun nu al een paar hier. Het is het idee dat ik weer bij de onderjochentje volgend jaar Peersk bij Berry te komen. Maar goed, de ouders die met alles betalen qua kosten, qua van reizen. Dus dat is de vraag wat dat slagt. En wat zo mooi Wim is, mooie jeugd, ze hebben vriendinnetjes en vriendjes, hè? Ja, wij wien juster met de gastgezin en bij elkaar, ik mooie eigen band zat erbij. En dat jouw voet een boom, spultjes dwaan, de taal is dan het eerste belangrijk. Maar om elkaar een bal gooien, dus ik elke keer dat het heel prachtig is. Nou, ik weet het maar Lucas op Squallen en een Braziliaans manje op Squallen, dat lukt ik wel. De vrouwen weer aardig enthousiast hebben bij Jena. Ja. En dan, ze is een mooi spilly. Mag je hem trainen, ik spilly? Ja, ze trainen Joen al en ik weet net dat ze dit weekend al spelen kennen, maar even na in dat administratief ik regel is. Ik de Karwebond die werkt het maar uit, er ook geen lidmaatschap enzovoort te rekenen. Het is ik de bedoeling zeker dat ze spelen de komende drie maand. Ja. We gaan het maar volgen. Succes. Dank u. Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. De gemeente Ljouwt wordt van harte lokwensje met haar nijste fietsenwinkel, Joop Sandberg. Ja, wij vrienden zijn fietsen heel wat oud. Dus we gaan even zien bij Joop in Grauw. Oh, Joop!